Yo mensen van Verteeltje, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag zien jullie dat ik een facecam heb. En we gaan vandaag beginnen met part 1 van SCP Containment Breach. De leuke horror game, zogenaamd. Die geluiden die... spreken mij niet aan. Oké, we noemen het gewoon... YouPornTube. Ja, oké, prachtig. Dat is de titel. Maar we spelen vandaag de SCP Containment Breach. Dit is een spel wat al een jaar of twee uit is ofzo. In ieder geval, het is al iets ouder dan normaal. En ik speel dit omdat weinig YouTube kanalen dit spelen. Vooral Amerikaans en alles, maar dat boeit jullie helemaal geen tering. Voor dat handje, dat is fucking gay. Oké, maar ik wil in ieder geval melden dat weinig Nederlandse kanalen dit doen. En dat geluid staat echt veel te hard. Echt, hou op. Oké, maar SCP Containment Breach houdt in dat er een paar monsters zijn. En ik moet natuurlijk, ik ga bij het begin, dat zien jullie zo wel. Ja, jullie zien het zo meteen wel en dan leg ik het wel een beetje uit. Maar in ieder geval, ik wil dat deze deur open. Ah, dankjewel deur, ik kan mijn gedachten lezen. Ben eruit bro. Wacht, ben ik gek of hoor ik het geluid aan de linkerkant? Volgens mij ben ik gek. Dat zal vast wel. Oké, maar ik ben dus een gevangene, dat kunnen jullie niet zien, maar dat weet ik wel. Godverdokken geluiden. Oké, ik zit echt heel mongolisch te kijken. Dat, sorry voor dat, maar echt. Die geluiden. Ik kan echt heel slecht tegen horror games trouwens. Vooral als ik het opneem. Oh. Godverdomme, maar daar staat dat pokkenbeest, hè. Dat is cool man. Ik ben zo gevangen als hun. Ik hoop dat ik dit ga overleven, alsjeblieft. Doe niks tegen mij, beest. Het ziet er echt heel stom uit, ik weet het. Ja, ik ga er dus niet heen. Dan ga jij maar lekker heen. Dieves. Ik tril een beetje. Fuck is dit? Oké, ik ga hierheen hè. Ik ben niet gek. Oké, donder op. F50 saved. Ik heb gesaved. Ik ga weg. Ik ga niet naar hem. Ja, ik kan nou slecht tegen. Dat beest loopt hier ergens rond. Wat is dit? Nee, bok op. Oh nee, daar staat het bokkenpop ding. Ga weg man. Ik zweet. Ah! What the fuck was dat? Waar is dat? Wat was dat? Er viel opeens een zombie iets er. Het begint nu al jongens, het begint nu al helemaal nergens op te lijken. What the fuck is dat? Ga weg! Hey, doe normaal! Echt, ik zweer het. Jezus hé. Ik speel nog niet eens een minuut en ik ben al helemaal getript. Oké, rust Olaf. We kunnen het aan. Doe een ventieltje powers. Of die powers nou altijd gelden? Geen idee, maar... Damn jongens. Damn, ik zweet man. Echt, doe het normaal. Oké. Ik kan hier echt. We gaan gewoon naar links. En naar links. Er zijn allemaal leuke poedels. Die gezellig blaffen. Er is geen één bloeddruppeltje. Of fucking eng monster in de buurt. You need a keycard. Oké, cool. Oké. Dus hier lopen echt heel veel monsters rond. Nee, weet ik niet wel. Oké, we zouden naar links gaan, hè? Ja, we gaan naar links. Jezus Christus, hé. Alsjeblieft. Ja, dan moet ik weer terug. Jongen. Ik kan ook niet meer normaal commentaten. Ik kan gewoon niks meer normaal. Je zal het in het echt meemaken, man. Niet de keycard. Maar kijk, het leuke is, het is nep. Relax, G. Het is nep. Het is niet echt. Ja, en nu komt er zo. Echt. Ik hoor allemaal stemmen. Of ligt het aan mij? Het ligt sowieso weer aan mij, net zoals op het begin. Oké, dit is SCP-914 per class safe.
Oké, hij is dus veilig. Doen we deze even dicht, dan weten we dat dat ook veilig is. Kunnen we hier niet heen? Oh, ik heb dus eerst een keycard nodig om naar dat ene vage machinemonster te gaan. Oké, prachtig. Gaan we wel een andere kant op? Waarvan die kuttere monsters zijn? Damn, jongens. Ja, die fan, is dat nou expres dat het zo hard geluid maakt, joh? Even eerlijk, ik voel allemaal zweet. Het is heel raar, zeg maar. Wat is dit, jongens? Hoort dit? Oh man, als nou opeens iemand binnenkomt, weet je, dan schrik ik me echt de tering. Rust. Rust. Oké, hier is niks. Overal zijn alarmen waar we heen komen en heen gaan. Laten we maar even rennen. Misschien is dat een goed idee. Kut fan. Oké. Niet zo fucking hard ademen. Misschien krijg je daar nog monsters dichtbij. Even. Ja, hou maar op. Krakend geluid, jongens. We gaan hierin. Dan gaan we niet in. Dan gaan we hierin. Dan gaan we ook niet in. We gaan nergens in. Dan gaan we rechtdoor. Dan gaan we. We gingen eerst naar links. Dan gaan we nu naar rechts. Dat was ik. Hey, wacht. Dit was met dat ene vage monster. Nee, niet eens. Oké, laat maar. Oké. Jullie zien dat ik om de 8 seconden of rond de 10 seconden moet ik ongeveer knipperen. En als ik zo'n beest tegenkom, moet ik hem aan blijven kijken. Anders valt hij me aan. Maar dat is juist het erge, want bij Horror Games, als jij schrikt, dan ga je meestal de andere kant op. Mijn wenkbrauwen, mijn mooie effecten heb ik allemaal. Maar dan schrik je meestal en dan ga je meestal meteen dood. Oké, hier zie ik een monster. Oké, nice. Het is een stukje papier dus. Euclid. Dat kan je dus killen. Volgens mij. Betekent dat. Ik kan er niet in. En hoezo moet die deur zo hard dicht gaan? Oh, doe normaal. Normaal, mens. Nou, ik heb nog geen één monster gezien. Dus, ja, bij het begin. Maar voor de rest niks. Dus ik ben helemaal blij. Alleen, we komen alleen maar helemaal niks tegen. We moeten juist iets tegenkomen. Hey. Oké, wat is dit? Het ziet er echt niet goed uit. Dit ziet er gewoon niet relaxed uit, weet je. Ik weet gewoon dat hij. Oké, fuck dit. Jongens, omdat ik voor jullie doe ik deze deur open. Oh, gelukkig. Het is weer een last minder. Trouwens, dan moeten we hier een andere keer heen. Oké, laten we maar wel rennen. Adem niet zo hard, gek. Als je normaal rent, ga je toch niet zo ademen? Jezus. Waar ben ik nou? Donderop, dit is fucking eng. Ik weet dat ik hier iets tegen ga komen. Als ik iets tegenkom, man. Kan die deur ook dicht, alsjeblieft? Pokkengeluid als ik hier loop. Ik voel me hier niet veilig. Objectklas. Dus dat ding moet eng zijn. Helemaal niks engs aan dat ding. Oké, laten we hier maar weer. Trouwens. Ja, ik ga hier gewoon weg, want dit is gewoon. Hebben we nog iets anders? Even afleiding zoeken. Radiotransceiver. 1 tot 5 to change channel. Nieuwe iPhone, alles. Oké, maar hier moeten we dus niet zijn. Daar ben ik al. What the fuck? Kill, doe normaal. Jezus, hé. Oh. Kijk dat beest ook. SCP-049. Ja, daar wil je tegenkomen. Door wat ben ik gekilled trouwens? Ik was hier. Oké, donder op. Wat nu? Ik ben toch niet dood? Wat schil je nou allemaal, man? We hebben trouwens nog helemaal niks gepresteerd. Maakt me op zich ook helemaal niet uit. Daar staat hij hoor.
fuck. Donder op, man. Jezus Christus, hé. Kom overal met... Ja, hier gingen we net dus... Oké, maar waar moet ik nou heen? Ik heb net ook opeens gekild door dat beest. Oké, niet naar niet naar links, we gaan naar rechts. Misschien is dat wel een goede weg. Oh, kom weer bij deze kutkamer. Waar is die gast dan? Die zit hier ergens. Echt. Hier konden we niet in. Ja. Oh. Kunnen we hierin? Ja. Oké, kunnen we dan rechtdoor? Kunnen we dan... Hier konden we niet heen, jongens. We lopen elkaar weer helemaal in de weg. Het spel en ik. We love each other. Houden van elkaar. Of niet. Die kutgeluiden. Oh. Damn it. Damn it, please stop that fucking sound. What the fuck is. Doen ze expres hoor bij mij. Oh ja, hier komen we wel in, maar dan kwamen we weer. Kwamen bij zo'n pokkel. Nice, gaan we lekker naar rechts. Lekker naar rechts, hallo. Ik zie niemand. What the fuck? Doe niet, man. Maak geen geluid dan. Man, ik vind het helemaal niet leuk. Oké, wacht. Dat deden we fout. We gaan gewoon hier weer doorheen, hè. Fuck dit. De zweetdruppel landt hier. Fucking hemel. Nee, hel. Hier kan... Oh ja. Dit heb ik al een keer gezien. Welke kant ga ik ook telkens op? Ik ga volgens mij totaal de verkeerde kant op telkens. Als we maar door kunnen lopen, vind ik dat allemaal maar prachtig om te doen. Ja, en dit... Ja, zijn we weer bij deze. Echt één of andere seconde ga ik hier dood, hoor, weer. Nee, dat zijn weer die fans. Ik moet terug. Jullie zullen denken, wat is dit voor vage game? Ja, het is ook een vage game. Oké, damn it. Kijken of we hier naar links... Nee, dat kunnen we niet. Monsters zijn gezellig. Ik hou van ze en ik knuffel soms met ze. Nou. Is ook helemaal geen ene hartslag te bekennen hier. Hier ook niet, nergens niet. Ja, hier ook niet. Zal die gast ons weer volgen? Ja, hè? Ja, sowieso wel. Ik laat ook al die deuren open. Weet ik niet meer waar ik ben geweest. Hier ben ik net al geweest. Ik loop telkens de verkeerde kant op. Is dit het verkeerde kantland? Oh, ga ik weer... Oh, wacht. Ik ga even kijken waar ik heen ben. Ik ben naar links. En naar achter geweest. Dus gaan we nou naar rechts of naar voren? Dan gaan we naar voren. Maar naar voren kan niet. Dus gaan we naar links. Rechts. En even aan het uitstippelen. Oké, hier ga ik dus niet meer heen. Jongen, die deur die opent zo. Of die... Nee! Doe ik het zelf dicht. Ik maak een beetje veel geluid voor die... What the fuck moest dat zijn? Yo. Oh man. Doe normaal, man. Ik ben helemaal niet vrolijk als ik dit spel doe, man. Ik ga naar beneden. Als die man hier is. Oké, hier zijn twee doden. Hier kunnen we niet in. Waar kunnen we wel in? We kunnen nergens in. Ik zou toch zeggen dat je hier ergens heen moest. Maar nee. Misschien als... Fuck, het knipperen ging precies toen die deur dichtging. Ik dacht, ik ga weer stoken. Zullen we misschien nog naar achter moeten? Nee. Zullen we dan naar de andere kant moeten misschien? Misschien moeten we naar de andere kant, je weet het maar nooit. Nou, dat ziet er ook niet heel erg... Hype uit hier. Hier kunnen we dus ook nergens heen. Nou, wat jammer zeg. Zullen we hem nooit meer tegenkomen? Oké, dan gaan we maar eens naar rechts bij de eerste. What the fuck is dat?
Damn it, man. Doe normaal. Oh, fuck is... Dat ding beweegt. Ik word achtervolgd. Donderop. Ik ga niet... Ik ga... We hebben niks gepresteerd. Nee, deze kant is de verkeerde kant. Of dit is de verkeerde kant. Hier moeten we niet heen. Oh, hier moeten we wel heen. Oh, wat leuk. Oh nee, hier moeten we niet heen. Ja, hier moeten we niet heen. We moeten nergens heen. Fuck deze game. Oké, okay, daar gaan we. Ik hoop dat ik die man niet meer tegenkom. Ik weet niet wat hij in de grond deed. Volgens mij was hij daar gewoon. Hoort dit? Hier moesten we nog documenten oppakken trouwens. Wat heb ik nou opgepakt? Ah, oh, een mooie iPhone. Ik weet niet, misschien moet ik hier iets intikken. Niks intikken, jongens. Ik moet niks intikken. Laat maar, ik hoef niks in te tikken. Nou, kan iemand even verlichting aandoen, weet je wel? Zo van, maak het even gezelliger. We kunnen nergens heen. Kunnen we hier ook niet heen. Ik let ook niet op waar ik heen loop. Ik ga gewoon een random kant op, weet je wel. Misschien moeten we hier wel heen. Hallo? Hier moeten we ook niet heen. Ik, sprakeloos. Ja, dit was het papiertje. Oké. Okay. Kwamen we dus net vandaan. Wat is al leuk is, dat ding loopt ergens rond. Dat is helemaal niet leuk trouwens. En dan moet ik maar 1, 2, 3 weten waar de fuck dat ding is. The fuck was dat? Zagen jullie dat? Ik zag iets. Ik zag iets. Ik ga er naartoe. Ik ga het opeten. Jammie, waar ben je? Ik zag hier net iets. Ik ben niet gek. Ik ben echt niet gek. Ja, ik ben wel redelijk gek. Maar oké, ik zag hier echt. Oh. Jongens, ik ga jullie hierbij zeggen, tot de volgende part en ik hoop dat jullie deze game leuk vinden. Ik zet hem op pauze, dan kan ik even normaal praten. Ik hoop dat jullie deze game leuk vonden en dat jullie echt wachten op part 2. Naar weer mijn gestreste kiphoofd kijken, zo van tak tak, waar de fuck is dat monster? Oké, maar ik ga poep lullen, dus ik zeg jullie in ieder geval laat is.